Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn haar zit op dit moment er nog niet uit, maar ik ga jullie een dagje meenemen uit mijn leven. Vind je dit nou leuk, dus zeker even duimpje omhoog. En vergeet onder zeker niet te abonneren. En laten we maar gelijk gaan beginnen met de video. Hoi, ik moet nu even gaan, want ik ga even op de manege helpen vandaag. Voor 2 uurtjes ongeveer. Dus dat is het plan. En morgen word ik geopereerd. Ik kan daar trouwens niet filmen, dus sorry. En ik wacht even op mijn darmen. Maar ja, ik zie jullie als ik weer terug ben. En dan neem ik jullie gezellig mee in mijn routine. Ik heb expres niks om mijn bakjes gesmeerd. Omdat ik dat vanmiddag met jullie ga. Dus helemaal. Hoi allemaal, ik ben weer thuis. En ik ga nu lekker even douchen, want ik heb het echt super koud. En ik wil gewoon even lekker fris en schoon zijn. Dus ik ga nu even onder de douche en mijn haar wassen. Want dan hoef ik dat vanavond of morgenochtend om 5 uur niet te doen. Dus we gaan het nu maar in. Ik heb dit leuke blouseje aan. Ik heb super veel zin in de zomer. Want het was vandaag redelijk lekker weer. Maar wat ik dus wilde vertellen aan jullie. Ik heb net lekker mijn haar gewassen. Dus ik ga nu mijn haar en weet ik het wel doen. En wat make-up opdoen. Maar wat ik dus wilde zeggen. Mijn bed staat nu in mijn woonkamer. Zodat ik... als ik morgen geopereerd aan mijn keel aan wandelen. Ik ben er heel nerveus voor. Maar dat is ook echt volkomen logisch. Dan kan ik tenminste gewoon tv kijken. En dan hoef ik niet heel in dat donkere hol te zitten. En dan kan ik gewoon lekker met mijn konijn. En weet ik het wat. Dus dan weten jullie dat. En ik ga me nu lekker even opmaken. Ik heb eigenlijk niet echt honger ofzo. Ik heb alleen een Twixje op, want mijn suikerenergie was echt naar beneden gegaan. Verder heb ik nog niet echt wat gegeten. Ik weet dat het heel slecht is, maar ik heb gewoon geen honger. En dus ja, dat. Ja. Dus nu ga ik me klaarmaken, want ik heb vandaag een afspraak met een psycholoog en een diëtist. Dus 2 dingen. Hoi, ik ben nu in deze kamer en ik ga even met jullie kletsen en make-up doen. En mijn haar doen, want mijn haar drogen was echt super snel. Het wordt echt mega lang. Dus daar ben ik echt heel... Ik heb hier dus ook een steltang, maar deze is echt niet goed. Ik heb ook voor mijn verjaardag een nieuwe goede steltang gevraagd met stoom. En dat is gewoon veel beter, want ik wil mijn haar gewoon snel en goed kunnen stylen. En met dit ding duurt het 1 uur of zo, heb ik het idee. Dus we gaan deze even in de oplader doen en mijn haar hiermee stylen. We gaan nu even een Get With Me doen. Steltang is aangezet. Ik heb net al dit cremmetje opgedaan van Originals. Maar ik dacht dat mijn camera aan stond. Maar dat was niet zo. Morgen heb ik dus mijn operatie en ik ben best wel zenuwachtig. Maar dat is eigenlijk ook niet zo heel gek, want hij zit trouwens bijna op. Want ik zat gisteren een vlog te kijken van iemand. Komt toevallig op een heel bezig op TikTok. En die had ik wel mannen. Maar die was wel echt 40 jaar. Dus je moet ook nadenken. Diegene is al 40. En ik ben veel jonger. Dus. Ja, dat. En mijn moeder komt dadelijk. Ik heb dadelijk een afspraak bij de psycholoog. En... daarna bij de diëtiste. Dus dat is helemaal top. Ik vind het eigenlijk trouwens wel fijn om nog even een afspraak voordat ik mijn keel allemaal laat prikken. Om een afspraak te hebben bij de diëtist. Want vandaag gaat eten echt mega slecht. Ik doe het niet echt stress. Was maar zo dat ik het... oh ja, doen we toch nog even hier. Ja, dat doe ik gewoon even zo. Dus dat is helemaal top. Ik ben echt benieuwd hoe het na de operatie gaat met eten. En heel veel mensen zeggen dat ze ook echt heel veel afvallen. Dus dat vind ik wat minder. Wat minder erg. Maar sommigen hebben echt nog last van na hun operatie. Dat ze echt heel lang niet meer goed kunnen eten. En ik heb natuurlijk ook gastroenteritis. Dus 2 strijden. En ja, ik weet zeker gewoon dat alles goed komt. Ik moet me niet zo druk maken. Want je maakt je zelf vaak veel drukker dan het eigenlijk nodig is. Dus
gewoon even relax. Ik moet morgen om 5 uur uit mijn bed. Als het niet eerder is. Dus ja, ik ben echt benieuwd hoe het gaat. Daarom wil ik ook een weekvlog maken. Vanaf morgen kijken hoe het dan met me gaat. Dus daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Ik ben echt mega druk. Het is één groot chaos in mijn hoofd. Ik was wel blij dat ik vandaag een afspraak had met een psycholoog. Want ja, anders weet ik nooit echt hoe. Dan kan ik ook beter met situaties omgaan. En het is helemaal niet erg om met iemand te praten. Dat wil ik gewoon even zeggen. Dat is gewoon niet erg om met iemand te praten. Ik heb gewoon heel slecht gegeten. Omdat mijn moeder gewoon wil avondeten. En dan weet ik, anders kon ik vanavond weer niet eten. Het is echt een strijd. Maar dan kon ik wat meer lekker eten. Oeh. Ik ga daar nog even een yoghurtje eten voor eten hoor. Ik had er net een ijsje op. Helemaal top. Ik ben gewoon eerlijk tegen jullie over wat ik wel en niet kan eten. Dus dat is mooi. En ik ga jullie ook helemaal meenemen in mijn avontuur met keelamandel verwijderen. Ik kan niet mijn camera of zo meenemen. Dat is wel echt heel vervelend. Mijn moeder en mijn vader moeten elkaar afwisselen. Want er moet elke keer iemand bij me zijn. Tijdens de verpleging. Ik ben zo benieuwd hoe het gaat. Ik hoop echt heel goed. En ja, misschien ga ik ook gewoon nog een stukje vloggen op mijn telefoon of zo. Want die neem ik wel mee. Nou, dit is mijn make-up look. Het is niet heel speciaal of zo, maar gewoon even. Ik heb iets op. Oh ja, ik ga deze een keer opdoen. Deze was een keer bij mij binnen 2 weken op. Ik deed echt iedere dag mega veel. Maar dat is natuurlijk helemaal niet goed sinds ik heel ziek ben geworden. Natuurlijk, ik zou eerder een operatie hebben, maar toen ben ik heel ziek geworden. Maagbacterie. Maar ik ging echt heel slecht eten, dus ik had echt gewoon mega veel haaruitval. Mijn huid is helemaal kapot gegaan. Dat soort dingetjes eigenlijk. Dus dat is echt heel vervelend. En kijk, ik heb nog steeds echt heel veel blaren ervan overhouden. Dus helemaal niet chill. En nu ga ik lekker even mijn haar stylen. Hey. Ik lig hier. Luffy. Hey. Nou, Fluffy. Die ligt echt heel lief. Lekker hoor, wijfie. Ik ben gewoon helemaal gesloopt. Gewoon helemaal kapot. Maar ik ga nu nog niet slapen. Want anders. Anders ja. Ik ken mezelf. Anders ja. Word ik dan om 9 uur wakker. En kan ik vannacht weer niet slapen. Dus dat gaan we niet doen. Ja. Dat gaan we gewoon niet doen. Ik heb hier ook lekker drinken gepakt, dus ik ga dat nu lekker even drinken. En ik ga jullie zo nog even vertellen wat de diëtist tegen mij heeft gezegd. Top. Ik ga zomaar mijn pyjama even aantrekken of in die richting iets. Ik ga ook gewoon mijn pyjama meenemen, want dat is gewoon chill en zo. Maar goed, ik ga nu... Kees van Respect. Kijk, het is echt een serie die ik nu volg. Maar dit is wel echt super chill dat ik gewoon lekker zo in bed kan
kan liggen, maar ik heb zelf zin in ijs of zo, want ik heb toch weer keelpijn. Maar goed dat ze morgen worden uitgehaald, maar ik ben wel echt heel erg bang. En ook precies net voor Pasen, maar ik ben wel blij dat het voor mijn verjaardag is. Want als je dan pijn hebt en je kan niks eten of drinken, is echt kut. Maar nu ga ik een ijsje pakken. Ik ga voor een wa. We hebben Twix ijsjes. We hebben perenijs. We hebben één water, we hebben één cola. En ja, wat ga ik nemen? Ik denk dat ik vandaag voor de water een ijsje ga. We hebben er nog eentje van, dus deze ga ik nu even lekker opeten bij de tv. Lord, oh lord, ik heb echt last van mijn buik. Maar ik heb net mijn tas ingepakt voor de operatie. Ik ging net de folder lezen die ik gekregen had. En daar stond letterlijk in. Als je er bent, kan het 2 uur duren voordat je pas geopereerd wordt. Beter laten ze mij niet zo lang wachten. Maar ja, we zien het wel. Ik ben helaas niet de baas. Ik moet ook mijn iPad meenemen. En misschien neem ik gewoon mijn camera mee. Zodat ik daar kan vloggen. Ja, we zien het allemaal wel. En Fluffy zit daar lekker hooi te eten. Helemaal top. Ik ga zo lekker mijn bedje in. Maar eerst klaarmaken voor de nacht. Want ik moet make-up eraf halen en dat soort dingetjes. Even skincare doen. Maar daar neem ik jullie mee. En ik heb van die ijzeren glazen rietjes. Ik neem jullie nu mee in mijn crazy tour of zo. I don't know. Ik ben echt witjes of zo, maar ik ga nu mijn make-up eraf halen, mijn chillpakje aandoen en pyjama aandoen. Gewoon even mijn chillpak aandoen. Ja, en kleding voor morgen krijgen. Dus dat is de plan. Ik heb echt niet helemaal heel veel dorst, dus ik ga weer lekker een fles vol drinken pakken. Hopelijk heb ik vannacht minder buikpijn. En dan vannacht. Maar voor de operatie moet ik even helemaal clean zijn. Dus dat gaan we nu even doen, want nu mag ik nog heel veel drinken. En kan ik ook nog heel veel drinken. Het enige voordeel aan deze operatie is dat ik geen erge keelontstekingen meer krijg. Niet erge keelpijn meer krijg. En ik heb een ADD, ja. En dat ik een beetje afval. Alleen, dat zijn de voordelen. En nadelen zijn dat ik waarschijnlijk morgen heel erg veel pijn krijg. En niks kan eten. Wat ik aan de ene kant ook niet erg vind, want ik heb echt geen honger of zo. Maar ja, ik ga me nu even omkleden. Ik ben vandaag druk, maar ik voel me totaal niet lekker. Wat is dit? Lijkt wel verkortend, maar je hebt geen koorts. Dat gevoel heb ik nu. Heel vervelend. Ik gebruik deze van Kiko. Ja. Ja, ik heb even allemaal make-up zijn op. Dus ik heb ook geen nagel of kunstnagels. Dus. Oh my god. Oh, dit doet echt veel pijn. Morgenochtend maar nog een keer. Maar waarom heb ik vandaag mascara opgedaan? Echt dom zeg ik ooit. Gedaan heb. Lord, oh lord. Waarom ben ik zo stom? Rode ogen, wie lijk. Ik zie jullie. Met mijn hele goede armband die mijn deur open doet. Ik vind het wel best geus voor vandaag. Zo. Doortrekken die handel. Top. Hier komen we niet meer. Alleen als ik vandaag naar de wc moet. En mijn kleding ligt daar klaar. Oh, mijn bril op. Want anders word ik echt
een oude chagrijn. Wacht even. Zo, fijn als ik even. Anders heb ik echt heel veel hoofdpijn. Jullie zien me niet vaak met een bril. Ik heb hem ook echt vrij weinig op. Ik moet hem eigenlijk gewoon veel meer opdoen. Want hij gaat hartstikke leuk. Ik ga hem morgen ook zeker omdoen. Omdat ik een operatie heb. En die is heel zwaar. En dan krijg je sowieso hoofdpijn. Dus beter doe ik deze morgen gewoon op. Ga je wat drinken pakken. En ik ga lekker een flesje met IC van Slimpy. Want het is echt mijn obsessie. Die verkoopt alleen bij de Plus. Dus als je die wil, ga bij de Plus dan bij de Appie. Heb ze die smaakt niet. Ik ga hier zo de video editen. Maar eerst even wat drinken. Ik wilde eigenlijk nog wat met jullie delen, omdat ik daar gewoon persoonlijk geen tijd voor had. Ik ben vandaag bij de diëtist. Oh, sorry, het zijn de buikrampen die ik heb. Ik ben bij de diëtist geweest en ja, een belafspraak met mijn moeder. Ik moet weer drinkvoeding gaan krijgen na de operatie, want anders is je bang dat ik te veel afval en je weet niet... Wat je wel en niet kan eten. Ik heb allemaal verhalen gehoord. Ik weet niet wat ik moet geloven. We zien het morgen wel. We zien bij de operatie hoe het gaat lopen. En dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat. Ik hoor verschillende verhalen. Ik hoor goede, ik hoor slechte. Maar we zien het wel. Ik ben ervan bewust. Maar ja, ik weet zeker dat het helemaal goed gaat komen. Ik had ook even mijn stiefjes nog een berichtje gestuurd. Dus ja, ik ga allemaal appjes van de paardentubbies. Dat is gewoon gezellig. Maar ik moet morgenochtend 5 uur op, dus dat is echt niet grappig. Dus ik ga zo wel even proberen te slapen, want ja, ik ben ook echt super moe, want ik had vannacht maar 3 uurtjes geslapen of zo. Dus dat is helemaal niet chill. Maar ja. I can't. Maar ik heb nu heel erg veel buikpijn. Dus ik moet echt alle rust even pakken. En ik word elke keer gebeld. Vet irritant. Maar ik ga gewoon niet opnemen. Want ik moet wel zijn moeder voor om te bellen. En Fluffy ook. Dus ja. Bedankt voor deze video. Vind je het kijken voor hem nou leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet onder zeker niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe vlog. Doei doeg!